RTV 9. TV 9 Actueel, het weekoverzicht van spraakmakende lokale zaken. Met deze week, Scouting opent afvalroadshow met wethouder De Jong. 100 jaar jong in IJsselstein. Maar nu eerst naar Nieuwegein. Daar was zaterdag 16 april voor jong en oud van alles te doen op de lentefair van de Jeneplanschool De Zuiderkroon. Met de opbrengst van de lentefair worden nieuwe speeltoestellen voor het schoolplein aangeschaft. We zijn vandaag zaterdag 16 april op de Jeneplanschool Zuiderkroon. Daar wordt een lentefair georganiseerd en bij ons staat de directeur Henk Spijker. Ik heb aan meneer Spijker de volgende vraag. Welk doel en waarvoor wordt deze fair gehouden? Voor ons is het belangrijkste doel dat wij een heel mooi speeltoestel krijgen voor de kleutergroep. Ons kleuterplein die heeft helemaal niets qua speeltoestel. Dus daar willen we iets moois voor hebben en dat kost vrij veel geld. Dus daar zijn we nu een actie aan het voeren door middel deze lentefair. Welke activiteiten zijn er op deze lentefair? Activiteiten, we hebben het een beetje aangesloten bij het beleid van de gemeente Nieuwegein Beweegt. Dus we hebben sportverenigingen uitgenodigd om hier een workshop te geven. En ook het doel spelen van kinderen, ja, het is ook bewegen, dat is ook belangrijk. Dus de korfbalvereniging die heeft een zeskamp hier neergezet. Komt na die tijd korfballessen geven op school. We hebben een klimmuur. Er is een karatevereniging die heeft een workshop karateles gegeven. De dansschool uit Nieuwegein die heeft een streetdance les gegeven. En kinderyoga hebben we gehad. Wethouder Helle van de Berg, wat we zojuist gezien hebben, is dat nou echt Nieuwegein in beweging? Nou, dit is Nieuwegein in beweging zoals je het eigenlijk zou willen zien. Niet alleen op scholen dat kinderen bewegen, ook op sportverenigingen. Maar het mooiste is dat dit een eigen initiatief is. Dus we kunnen als gemeente heel veel organiseren en heel veel motiveren dat iedereen gaat bewegen. Maar als leerlingen en scholen dat zelf organiseren, ook met het doel om speeltoestellen aan te schaffen, dan vind ik dat het meest mooie initiatief wat er bestaat. En wat ik jullie al als verrassing kan toezeggen, dat er inderdaad een nieuw speeltoestel komt. Yes. De kinderen kunnen een eigen vogelhuisje in elkaar timmeren. Er is een boekenbeurs, kinderen kunnen boeken kopen, jeugdboeken, speelgoed is er. In de school hebben ze de gelegenheid om haar te vlechten en ze kunnen ook gesminkt worden. De ouders die gaan de kinderen een heel mooi kleurtje geven, hele mooie figuurtjes op het gezicht. Ziet er heel vrolijk uit. Dat zijn echt verschillende activiteiten. Ze kunnen hier de hele dag kunnen ze zich vermaken. Op zaterdag 16 april opende wethouder De Jong samen met leden van de Scouting een mobiele roadshow over afval. Gooi je rommel in je zak, doe het in een prullenbak. Ruim de picknickplaats op waar je hebt gegeten. Gooi geen afval op de grond of papiertjes in het rond. Opgeruimd staat met je moeder ieder weten.
Tegenover mij staat wethouder De Jong van de gemeente IJsselstein. Zojuist heeft u de Afval Roadshow geopend. Waarvoor is het belangrijk voor IJsselstein om het afvalscheiden in het zonlicht te zetten? Het is niet alleen belangrijk voor IJsselstein, het is eigenlijk belangrijk voor iedereen. Afvalscheiden is gewoon ontzettend belangrijk. We hebben een ambitie om restafval, wat dus eigenlijk in de grijze kliko gaat, zo weinig mogelijk te laten zijn. Omdat eigenlijk afval bestaat niet, het is altijd weer grondstoffen, het is weer energie. En dat is voor iedereen heel belangrijk om het te scheiden en zorgen dat we er alles zoveel mogelijk uit weten te halen. Zeg, stel je voor, een ieder gooit zijn afval op de straat. Papiertjes, blikjes, plastic dingen of een haringgraat. Dan wordt de stad een vuilnisvat en stinkt het overal. Het leven wordt ondraaglijk, het wordt een varkensstal. In IJsselstein hebben we voldoende mogelijkheden om ons afval te scheiden. Kunt u mij vertellen hoeveel huishoudens ons afval gescheiden inleveren? Het exacte aantal weet ik niet. In principe kan iedereen in IJsselstein zijn afval gescheiden inleveren. We hebben natuurlijk de kliko's, de groene, de grijze, de blauwe. En er zijn plastic zakken voor plastic gescheiden. In de hoogbouw hebben we ook containers waar afval gescheiden ingezameld kan worden. Dus in principe zou iedereen gewoon zijn afval gescheiden kunnen aanleveren. Dat hoeft niet het probleem te zijn. Het probleem is wel dat veel mensen toch nog gemakshalve dingen in de grijze, met name de grijze container gooien. Ja, en dat is gewoon zonde, want daar willen we gewoon zoveel mogelijk uithalen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan textiel, toch ook nog altijd wat chemisch afval. En dat verdwijnt gewoon in de grijze kliko. En dat is zonde. Maar omdat we al zoveel scheiden, denkt u dat mensen nog bewuster hun afval willen gaan scheiden? Is dat niet te veel moeite? Nou ja, je hoopt natuurlijk dat mensen toch de moeite blijven nemen. Het is natuurlijk soms ingewikkeld als je staat te koken van waar moet ik dit nu waar ingooien. Maar het is gewoon heel belangrijk om het wel te doen. En juist bij de bron scheiden is het belangrijkste. Je kunt natuurlijk verderop in de keten, als het eenmaal bij de afvalverwerking is, om het nog scheiden. Maar dat is allemaal veel kostbaarder. Dus we vragen de inwoners om bij de bron te scheiden. En uiteindelijk hebben ze daar ook voordeel bij. Want gescheiden afval, dat verwerken we gemakkelijker, dus ook goedkoper. Dus uiteindelijk valt het ook, is dat terug te zien in de afval. Stoffenheffing. Gooi die rommel in een zak, doe het in een prullenbak. Ruim de picknickplaats op waar je hebt gegeten. Gooi geen afval op de grond, of papiertjes in het rond. Opgeruimd staat netjes, moet een ieder weten. Een bewoonster van zorgcentrum Mariënstein werd op 31 maart in het zonnetje gezet. Ze bereikte de respectabele leeftijd van 100 jaar. Burgemeester Van der Brink kwam op de koffie met een bloemetje. Mevrouw Van der Berg, op de eerste plaats van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Want 100 worden, dat doet niet iedereen, hè? Nee hoor, dat wordt niet iedereen. En hoe heeft u dat bereikt? Ademhalen. Gewoon ademhalen? En een beetje ondeugend zijn. En ik hoor wel eens dat er één borreltje per dag ook goed is om 100 te worden. Klopt dat? Dat klopt, maar dat neem ik nooit. Oh, maar ik hoor al van uw dochter, is een advocaatje. Een advocaatje met slagroom, dus ik wel. Ik zal het missen. En nou begrijp ik dat u 8 dochters heeft, hè? Ja. De zonen kwamen er niet bij te pas? Nee. Maar wat was dat vroeger voor een kippenhok dan bij u thuis? Ja, dat heeft wel hard zitten regelen. Want ik was er ook heel alleen voor staan. Mijn man was al vroeger overleden. We hadden de jongste 2 van ons. En toen bleef ik met de kindertjes zitten. 59 jaar terug. Ja. 1952. Dat is hard dan. Ja. Maar ik zie uw dochter staan hier. Ze zijn allemaal in blakende gezondheid volgens mij. Dus u heeft het allemaal goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. Ik heb een hoop verdriet gehad en armoede gehad. Maar ik krijg nou een hoop liefde terug. Dit was het.
Elk heel uur en op tweede paasdag wordt dit programma herhaald. Hierna kunt u kijken naar een verslag van de voetbalderby IFC Benschop, die zaterdag 9 april gespeeld werd. Vervolgens een uitzending van Politiek Café, waarin het afscheid van burgemeester De Vos centraal staat. Wat RTV 9 actueel betreft, graag tot de volgende keer en nog gezellige paasdagen toegewenst.